Mannen, wat hebben we gemaakt? Ik heb bruine bonen, kip en rijst gemaakt. En waar komt dat vandaan? Een Surinaams gerecht. En ja, dat is wel een van mijn lievelingsgerechten. Want? Werd thuis altijd gemaakt? Ja, dat heb ik wel vaak gegeten en ik vind het lekker dus. Gaat zo blijken, Mauricio. Ragnar? Tagine. Met aardappelen, kip, wortels. Het is een Marokkaans gerecht. Met dank aan mijn vrouwtje en mijn schoonmoeder. Wie had het gedacht dat je als profvoetballer zijn uiteindelijk nog in de keuken mocht verschijnen? Hoe ging het überhaupt? Ja, ik denk dat het goed is gegaan. Het resultaat ligt op ons bord. Ja. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Apart smaakje, maar wel lekker. Maar ik heb het nog nooit gegeten. Nee? Ja. Waar word je verdrietig van? De training van gisteren. Waarom? Ik zeg eerlijk, ik wil er echt niet over hebben eigenlijk, maar... Die training van gisteren, ik praat echt over mezelf nu, was wel echt onverdrietig van te worden. Ja, hij was niet gelukkig gisteren, kan ik wel beamen. Waar was dat tegen? Ik was niet blij met mezelf. Nee. Wat is de kracht van het team? De kracht van het team? Ik denk dat we wel een echte groep zijn. Dat we ook allemaal wel van een lolletje houden. Dus je ziet wel dat we best wel een goede sfeer hebben. Omdat we elkaar ook, we houden elkaar wel scherp, maar ook op zijn tijd zijn er gewoon genoeg grapjes, zeg maar. Dus daardoor blijft het ook wel leuk allemaal. En in het veld denk ik dat we gewoon heel volwassen zijn. Gewoon echt een wedstrijd dood kunnen maken. Hoe belangrijk vind je het milieu en of duurzaamheid? Het is wel belangrijk. En ik denk dat we er ook veel aan kunnen doen. Wat doe je er zelf aan? Nu niet veel. Nee. Maar ik zit wel aan te denken om een elektrische auto te gaan kopen later. Wat zou er bij de club licht veranderd kunnen worden? Dat meer mensen gewoon op de fiets of te voet naar de club moeten komen. Jij doet dat toch? Ja, ik ben echt een goed voorbeeld daarvan. Waarom? Zat er gewoon geen auto van huis in je contract? Nee, dat is een bewuste keuze, ja. Gewoon voor het milieu. Maak je mij niet wijs. Ja. Maar je mocht geen auto van de club? Of is dat nooit ter sprake gekomen? Nee, dat wil ik niet. Alleen als een elektrische auto. Geloof je dit? Nee. Nee, ik denk dat het gewoon niet in zijn contract komt. En als je het voetbal niet haalt, Ragnar, wat dan? Ik had dat laatste over. Ik zou willen acteren, denk ik. Of politieagent worden. Waarom? Ja, waarom niet? Kijk, ik weet niet. Met acteren, ja, is toch leuk. Een beetje misschien een film spelen of zo, of een series, dat lijkt me wel leuk. En politieagent, ja, ik weet niet. Een beetje actie misschien. Die had ik niet verwacht. Ja, ik moet geen rechten gaan studeren, dat schiet niet op bij mij. Nee, zit er niet. Nee. Acteren wel. Ja, acteren zit er. Oké. Okay. Tot slot. Waaruit blijkt dat je een goede opvoeding hebt gehad? Als je zo goed kan koken ook, denk ik. Dan moet je echt een goede opvoeding hebben gehad, toch? Ja, ik moet eerlijk zeggen, mannen, daar kunnen we ook mee afsluiten. Lekker gegeten. Mooi. Als ik een cijfertje moet geven, ja, mijn voorkeur gaat wel iets meer naar jouw gerecht. Eigenlijk wat Mauricio zelf ook al zegt. En dat is meer, denk ik, het stukje smaak. Dat heeft niet per definitie met de beleving van de chef te maken. Nou, bedankt voor jullie tijd. Ik hoop dat jullie het ook eens leuk vonden. Ja, zeker. Ja, zeker. Was gezellig. En voor iedereen die zegt dat ik niet kan koken, zie je het. Ik hoef ook gelijk niet meer te eten thuis. Ja, top, was goed. Dankjewel.